8 politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. Op 21 november mag u als inwoner van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem naar de stembus. Maar kent u alle lijsttrekkers? In een serie mini-portretten maakt u kennis met de lijsttrekkers van de partijen. In deze aflevering Roland van Vught, lijsttrekker voor CDA Altena. Van Vught is sinds 2009 statenlid en studeerde voorheen politicologie. Hij was 12 jaar raadslid en fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Woudrichem. Sinds de jaren 90 ijvert hij al voor het samengaan van de 3 Altena-gemeenten. Een logische keuze voor het CDA om deze promotor van de gemeentelijke fusie op de nummer 1 positie te zetten. We staan hier bij Fort Altena omdat Fort Altena natuurlijk een prachtige plek is in Altena. Maar ook omdat bij Fort Altena een aantal verkeersstromen samenkomen. Openbaar vervoer, de A27, waar op dit moment ook weer de file staat, de Dijkgraaf ten Dekkerweg en de Provinciale Weg Noord. En dat zijn allemaal vraagstukken die wij binnen de gemeente Altena moeten oplossen. Want het knelt en het wringt als het gaat om onze bereikbaarheid. Dus daar moeten we wat aan doen. En hierachter ligt ook het prachtige weidevogelgebied. En ook dat is een hele mooie plek waar we trots op kunnen zijn. Trots op onze natuur en trots op onze boeren. Eigenlijk vanuit idealisme. Vanuit de gedachte om de wereld toch een stukje beter te maken. En wat is er dan mooier om dicht bij huis, in je eigen streek, in de plek waar je geboren bent, om daar te beginnen. Ik denk dat de meeste mensen het heel belangrijk vinden dat, hoewel de gemeente groter wordt, hè, 21 dorpen, dat mensen het gevoel hebben, we horen er volledig bij. Dat elk dorp ook aandacht krijgt die het verdient. En dat mensen ook het gevoel hebben, de politiek staat toch niet ver bij ons vandaan. En daar willen we als CDA Altena hard aan werken. Wij zijn de afgelopen maanden alle dorpen langs geweest en hebben met heel veel groepen inwoners gesproken. En wat wij voortdurend bij deze mensen terug horen in elk dorp is de zorg over woningbouw, de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid van woningen. Maar ook zeg maar een vraagstuk van drugsgebruik en drugsoverlast. En dat mensen graag de voorzieningen die we nu hebben in Altena willen behouden. Nou, dat zijn belangrijke elementen waar het CDA zich de komende jaren voor gaat inzetten. Als ik de tijd die ik aan de politiek besteed vrij zou hebben, dan zou ik zelf een huis gaan bouwen wat helemaal energie-neutraal is. Ik vind klussen ook leuk en bij klussen zie je gelijk resultaat van wat je doet. Dat is in de politiek soms wat lastiger, dan heb je lange adem nodig. Dus vandaar die keuze. Als ik 100.000 euro te besteden zou hebben voor Altena, dan zou ik dat inzetten voor alle verenigingen van deze streek. Omdat ik trots ben op alle vrijwilligers die daar actief zijn. In sportorganisaties, in kerken, in de zorg. En daar zou dat geld denk ik goed besteed zijn. Dat ik me helemaal zal inzetten voor de gemeente. Dat ik bereikbaar en aanspreekbaar ben. Mensen kunnen mij bellen, mailen als er wat is. Ik kom langs of ik kom kijken. Ik wil dichtbij zijn en ik wil vanuit die houding ook politiek bedrijven. Dichtbij en bereikbaar. Kijk, het CDA is een partij die lokaal geworteld is. Wij hebben heel veel mensen in alle dorpen van Altena zitten die actief zijn. Maar wij zijn ook provinciaal en landelijk actief. En dat betekent dat wij ons netwerk mensen die ook politiek actief zijn bij provincie en in het ministerie in Den Haag, dat wij die kunnen inzetten ten behoeve van Altena. En dat zullen we zeker doen.